Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Aruba vlog. Het is vandaag woensdag 2 mei of zo, 3 mei alweer. Het is over 3 mei en ik ben samen met vrienden op Aruba. Als het goed is zijn hiervoor al 2 vlogs online gekomen. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker kijken. En het is nu nog lekker vroeg, 8:30 denk ik. En wij gaan vandaag weer lekker naar het strand. Floor heeft net mijn haar gevlochten. En als je heel veel zin hebt in deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Floor heeft net mijn haar gevlochten en ik heb even de onderkant een beetje gekruld. En ik heb een groene bikini aan en daaroverheen heb ik dit groene dingetje aan. Heel cute. Dus we gaan nu eventjes lekker ontbijten, weer met kwark, zoals elke dag. En dan gaan we straks eventjes Starbucks halen. Maar in ieder geval nu lekker ontbijten. Naar welk strand willen we nou vandaag gaan? Naar die, hoe heet die nou? Ik weet het nu niet meer. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ga nou hadden bedacht. Oké, wij zijn weer in Oranjestad. Hier is dus bij de haven. En we gaan, hebben ons auto even neergezet. En we gaan nu al even naar de Zara. We hebben niks nodig, maar we zijn gewoon heel benieuwd hoe de Zara hier is. Misschien is het gewoon precies hetzelfde hoor. Maar we zijn benieuwd. En dan gaan we lekker Starbucks halen. En dan gaan we daar eventjes kijken wat de planning voor vandaag wordt. Maar we zijn in... Het is dus nog een beetje bewolkt. Het is nog een beetje bewolkt. Dus ja, het is eigenlijk ook wel chill voor nu. Heerlijk. Dat het bewolkt is. Dat eerste stokje is dan altijd zo lekker. Oké, ik heb echt nog niks op het strand gefilmd. Maar we waren net bij Eagle Beach. Mooi strand. Maar gewoon prima. En we zitten nu weer bij Eduardo's. Want we gaan echt lekker eten. Heel veel zin in. Ik heb echt trek. Ik zal zo daar het strand even filmen. We hebben gewoon onze handdoeken laten liggen. Kijk, ze hebben echt een hele lekkere menukaart. Ik ga deze nemen. Waar twijfel je tussen, Floor? Het is kokos. Ah. Denk ik. Ziet er wel heel lekker uit. Heel lekker. In het roosje. Volgens mij heb ik niet meer gefilmd. Laatste was volgens mij bij de Eduardo's. Oké, nou, wij zijn al een tijdje weer thuis. We hebben lekker gedoucht. En we hebben vandaag allebei een dag. Het is wel fijn dat we het allebei hebben. Dat we echt nergens zin in hebben. Zelfs op het strand irriteerde ik me gewoon of zo aan niks. Ja. Ik weet niet wat het was. En we hebben ook geen zin om uit eten te gaan. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon Mac of zo eten. Of in ieder geval iets afhalen. En ja, we gaan ons wel gewoon opmaken en leuk aankleden. Want dan gaan we daarna gewoon een drankje doen. Kunnen we het geld gebruiken voor een drankje. Dus ja, ik heb dit jurkje aan van Naked. Met deze open rug. Oh, het kaartje aan het draaien. En we gaan nu eventjes onze make-up doen. Zin in. Oké, we hebben ons klaargemaakt. Ik heb weer voor de 1000ste keer mijn outfit gewisseld. Maar ik heb dit aan van Olivia en Kate. Heel erg leuk. En we gaan nu lekker waarschijnlijk gewoon bij de Mackie eten of zo. En we hebben dit aan. Dat kan eigenlijk echt niet. En met deze jurk wel. Oké, deze is voor jou. Cola. Dank. Ik hoop wel echt dat er saus in zit. Ja. Is het met saus? Salsa? Is het met saus? Oké, en waar is mijn coke? Is dit mijn coke? It's your coke. Oké, we hebben ons echt helemaal klaargemaakt. En we zitten nu te vreten. Oh, ik moet het omvallen. Oh nee. Heel lekker. Oké. Okay. Oh, sweet and sour. Zout. Oh. Ketchup. Nou, wat een service. Oh. Alleen mijn hele patat ding is eruit gevallen. Leg op de deur. De bekers gaan heel makkelijk open. Bedankt voor. Maar ik vind ketchup echt niet lekker. Zit dat erbij? Oh, ook mayo. Hier is mayo. Maar ik heb ook mayo. Oké, we gaan even eten. Doei. Oké, good morning.
Het is vandaag donderdag. En wij hebben ons weer klaargemaakt voor de dag. We gaan straks... Gaan we naar dat schildpaddending? Zullen we dan gaan? Ik heb me klaargemaakt. En ik heb deze aan. En dan doe ik daarbij mijn hoed. Dus dat is very cute. Dus ik ben even mijn spulletjes aan het inpakken en dan gaan we. En we gaan zo even Starbucks halen, want we hebben nog niks gegeten. Wij zijn bij Trestrapi. Of Trestrapi. Trapi. Oké. En hier zijn de schildpadden, dus we zijn hier even naartoe gereden. En je moet er wel vroeg zijn. Wij zijn er niet super vroeg. Dus we zijn heel benieuwd of we ze kunnen spotten. We gaan niet snorkelen ermee. Ik hou daar niet zo van. Dat was niet de enige. Zo. Dus laten we gaan. Zin in. Het is ook weer hier heel erg mooi. En volgens mij had ik dus gisteren bij dat strand echt helemaal niks gefilmd. Maar dat weet ik dus niet meer zeker. Maar het was wel een fijn strand. Maar het was gewoon normaal. Normaal. Oké, ik ga jullie even het uitzicht laten zien hier zo. Maar ik vind Aruba wel overal heel mooi. Kijk, hier is het wel wat drukker. Want iedereen is hier de schildpadden aan het spotten. Het is wel echt windstil hier. Heel mooi. Oké, zullen we kijken hier zo? Ik vind het altijd wel heel eng. Ik ben altijd bang dat ik val. Nou, ik mag ze niet vallen of aaien. Kijk, het is echt heel mooi. Maar ik denk niet dat we ze gaan spotten. Oké, we hebben net echt een uur foto's gemaakt. Maar deze locatie is echt zo mooi. We hebben net allemaal foto's hier gemaakt. Het is echt top. Helemaal blij mee. Ik ga even praten. Ja, doe maar. Gisteren waren we echt hier 1 minuut vandaan. Toen zijn we 10 minuten met de auto gereden voor dit tentje. Maar hij zat dus tegenover het strand. Dus we hebben nu weer lekker bij Eduardo's. En Asimbol gehaald, want ik vind het echt zo lekker. En lekker een ijskoffie, dus dit wordt ons ontbijt, lunch. En dan gaan we lekker weer de hele dag bij het strand liggen. Want het is ook alweer... We hebben morgen nog de hele dag en dan zaterdag nog tot 6. En dan gaan we alweer naar huis toe. Dus we gaan lekker gewoon helemaal chillen. Lekker eten. Echt heel veel zin in. Wauw. Heel lekker. Kijk, dit is toch echt genieten. Niet normaal. Vloggen. Oh ja. Volgens mij heb ik ook echt vandaag weer niks gefilmd. Maar op het strand heb je ook zo weinig eigenlijk te filmen. Dat is wel echt zo. Ja. Nou, wij vinden dit wel echt het chillste strand tot nu toe. Het is echt mega mooi. En heel rustig. Dus een aanrader. We liggen bij Reflections. En ja, je kan gewoon de hele dag eten en drinken bestellen. Dus dat is ook heel chill. Ik kan alleen niet te lang praten door die muziek, want dan krijg ik copyright. Het is wel echt heel mooi hier. Ja, een beetje daar. Wij zijn al eventjes terug van het strand. Ik heb me al klaargemaakt. En ik ben een heel klein beetje hier verbrand. Ik denk dat je dat ook wel ziet. Maar de rest is wel lekker bruin. Oh, je ziet mij in de spiegel. In ieder geval, we gaan zo lekker weer uit eten. Ik heb dus hele leuke oorbellen in. En ik heb een heel schattig zwart jurkje aan. Dus dit is mijn outfit voor vanavond. We hebben net foto's gemaakt. Er zitten echt hele leuke bij. Wacht, ik ga een beetje een view geven. Zo, mijn camera is heel blauw. Ja, veel te veel. Kijk, er is één aan. Genoeg keus. Kijk, met bloemetjes. Heel leuk. Je ziet het bijna niet. Maar, jullie zouden het vast wel verwachten. Ik ga weer mijn outfit veranderen. Ja, ik ga mee. Ik vind het toch een beetje te. Dus ik ga even lekker een broek aan doen. Daar heb ik zin in. Echt hè? Oké. Smoky juice. Joe in the juice. Smoky juice. Joe in the juice. Nou, we hebben weer niet gereserveerd. We doen echt maar wat elke avond. Ja, gewoon maar het is tot nu toe elke keer goed gekomen. Maar we zitten nu bij Smoky Juice. Het staat bekend om de sperms. Ja, hoe noem je dat? Ja, de sperms. Maar wij hebben nu eerst calamaris en shrimp. En daarna gaan we even kijken. En we gaan lekker cocktail drinken. En dan gaan we vanavond naar Mumba.
We zijn heel benieuwd. En vandaag het strand vonden we echt heel chill. Het was niet eens heel bijzonder, maar het was gewoon heel rustig, de sfeer. Het strand was heel mooi. En het was heel goedkoop vergeleken de rest. En ja, gewoon lekker muziek, gewoon helemaal chill. Dus daar waren we heel blij mee. Leuk die keukenrol op tafel. Gezellig. Helemaal hype. Nou, ik ben blij dat er niet zo'n lamp boven ons hangt. Ik ook. Nee, dus we gaan lekker genieten. Ik heb er helemaal zin in. En morgen is eigenlijk onze laatste dag. Ja, bizar. Ja. Lekkie. Ik ben benieuwd. Ben heel benieuwd. Wacht, ik zal ze eerst even deze dingen. Oh, deze is echt veel lekker dan gisteren. Echt heel lekker is die. Ziet er heel lekker uit. Maar zijn dit die garnalen? Soort koud? Of niet? Nee, warm. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Ja, en ik zei dat ik 2 dagen in een vlog ging doen, maar we gaan morgen weg. En morgen vind ik het al niet zo fijn om te filmen. Dus ik ga gewoon vandaag er nog bij doen. Dus ik weet ook niet, volgens mij heb ik de afgelopen 2 dagen ook niet super veel gefilmd. Dus dan kan dit perfect erbij. Maar dit is onze laatste volle dag. Want morgenavond gaan we dus naar huis. En ja, het is echt mega snel gegaan. We zijn ons nu eventjes aan het klaarmaken. Ik heb een roze bikini aan met dit roze jurkje. Mijn Hermès dupe. Oké, die moet ik echt uitknippen. Nee, dat is juist leuk. Ja, maar ik ben al zo raar in de vlog. Oké. Nou, dus we gaan zo. Het is weer echt mega vroeg. Om 7 uur stond ik alweer te springen naast mijn bed. 6:30 vandaag. Ja, oh ja, 6:30. Het wordt elke dag vroeger bij mij. Je zou denken later, maar... Nee. Dat was het niet. Nou, dus we gaan zo eerst naar... ze hebben hier zo'n mini-market. Dus we dachten leuk om daar eventjes te gaan kijken. Verder wilden we een foto gaan maken bij mango. De mango fruit. Dat gaat echt niet best. Nee, bij mango. Oké. En daarna gaan we gewoon weer bij Nikki Beach liggen. Want we vonden het gisteren dus echt heel chill. Ook omdat het zo rustig was. En je lekker eten en drinken kan bestellen. Ze waren helemaal verkocht. Dus we gaan er vandaag weer liggen. En dan gaan we het laatste dagje super bruin worden. Want mijn gezicht... Kijk, mijn lichaam is wel echt bruin geworden. Maar mijn gezicht is zo wit. Ik weet niet hoe het komt. Tips in de comments. Nou, dit sloeg weer helemaal nergens op. Doei! Oké, we zijn bij Mango Halto, volgens mij. Kijk, hier heb je zo'n plekje met een vlonder. Echt heel erg mooi. En het is een beetje mangrovenachtig. We hebben net hier wat foto's gemaakt. En we gaan nu terug naar de auto. Ik zo heet het. En je hebt hier ook leuke trappetjes en allemaal leuke schattige plekjes. Maar geen bedjes of zo. Dus we gaan hier niet liggen. En we moeten eerst naar het huisje, want ik ben de sleutel kwijt. Tuurlijk! Het kan ook nooit goed gaan. Dus we gaan nu even kijken of de sleutel nog thuis ligt. Oeps. Maar kijk, het ziet er echt heel cute uit. En heel erg mooi. Dit is echt een beetje zo'n verlaten plekje waar niemand komt. Ja, zo voelt het ook. En inderdaad heel mangroven. En kijk, en dan heb je van tussendoor... Is dat hier? Oh nee, dat was daar. Hier heb je van die punten... Waar je dan het water in kan. Heel mooi. Nou, ik ben helemaal koffie gaan leren drinken op vakantie. Straks heb ik het nog nodig in Nederland. Het is wel echt lekker. Heerlijk. Wil jij naar mij appen hoe deze heet? Ja, kan ik vertellen nu? Nee, dat onthoudt ook niet. Oh. Ik heb echt niet zo'n heel goed geheugen. Ik ben gezakt, hè? Dat heb je wel. Heel lekker. We zijn net even op dat marktje geweest. Ik heb dit gekocht. Floor, laat ook even jou aankopen. Mooi zakje.
Gewoon een boterhammenzakje. Met een flamingo. Heel cute. Op de koelkast. Heel leuk. Heel leuk. Die sticker viel er ook af toen ik haar aan ging zitten. Zag je dat? Ze dacht, oh nee. Side eye. Goeie kwalie. Er zit allemaal zand in die camera. Nou, wij liggen alweer 3 uur. Wij zitten ook over. Het strand. Ik weet niet of ik hier al iets had gefilmd. We hebben lekker cola besteld en een hamburgertje. Dus we gaan lekker de laatste dag hier liggen. Hamburger besteld. En we gaan nog even lekker tannen. Nou, dat ziet er lekker uit, Floor. Wie ik? Oh ja, jij ook. A beautiful view. I like the view. Wij hebben ons weer gedoucht en we zijn terug van het strand. Ik ben vandaag echt mega bruin geworden, gelukkig. Behalve mijn gezicht, die wordt echt nooit bruin. En we gaan ons nu klaarmaken en dan gaan we vanavond lekker sushi eten. Echt megatjes veel zin in. Mega veel zin in, wou ik zeggen. Dus we gaan nu eventjes ons klaarmaken. En dan gaan we eventjes nog fotootjes maken. En eerst nu even ons opmaken. Dat gaan we nu doen. Oh. Hoe heet het? Asia? Asia. Ja. Nou, kijk hoe cute. Echt een aanrader. Nou, we hebben nog niet gegeten. Maar het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Het is niet te vergeten, schat. Ja. We gaan lekker sushi eten. We hebben... Zij zei ook dit ene, mama, op een andere manier. Ja. Ze zijn een beetje zo... Jij kan het niet aan doen. Ze zijn een beetje gek, hè. Maar we hebben lekker even sushi besteld. En we zitten ook echt heel chill. Alleen we hebben zo'n hoge plek. Dat vinden we iets minder. Dus ik ben wel echt een beetje burnt, hoor, Floor. Mijn topje staat hierin. Chique schaal voor deze bonen. Gastuk. Heel lekker. Bon appétit. Waar zit de tuna dan, Floor? Het is vandaag zaterdag. Gisteren heb ik niks meer gefilmd. Maar we waren echt heel erg lekker uit eten. Eten was echt een aanrader, maar de service was een beetje... Ja, het was het net niet. Maar het was wel een hele lekkere sushi. En ik heb daarna niks meer gefilmd. En we hebben net onze koffer ingepakt. En we gaan nu nog even de laatste... zonnestralen pakken. En nog even koffie halen en dan gaan we naar huis. Dus hierbij wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Zeker een duimpje omhoog. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!